Reindeer. En niet te vergeten, Olympisch kampioen. Esmé Visser, wat kan ze op deze 5 kilometer? Dit is haar afstand. Ook de Jong kan dus die 5 kilometer goed aan. Vorig seizoen Europees kampioen allround. De 5 voor Visser. Snelle opening voor Visser. De diesel uit Pijnsdorp. Ook de Jong die opent snel. Met de 5. Iets meer onder controle. Gisteren de 3 kilometer ook veel controle in de rit. Visser heeft geen vlekkeloze voorbereiding gekend. Had last van ontsteking aan de voet. Heeft ook wat ijstijd gemist in Insel. Maar goed, die 3 kilometer, de winst met 4.027 heeft daar wel wat zekerheid gegeven. Een fractie sneller was ze dan Antoinette de Jong. Die was de nummer 2 op de 3 kilometer. Visser slim, hè? Verstandig. Laat hier Antoinette de Jong over zich heen kruisen. Berekenend. Ja, ze het spelletje meer en meer gaan waarderen. Zo onbevangen als ze begon. Zo knap. Na die Olympische titel, dat jaar waar toch de druk wel hoog was. Hè? Op hoe gaat ze het doen? Nu ineens met de spotlichten vol op zich. Vol in de schijnwerpers. Maar wat bleef ze overeind, Esmé Visser? En wat heeft ze zich ook ontwikkeld? Niet alleen maar een 5 kilometer schaatsen, ook de 3 kilometer in haar repertoire. En ook voorzichtig een beetje gaan allrounden. Ja, werd op de weken afstanden nog afgetroefd weer door Sablikova, die heel sterk was in Insel. Ja, die zei zelfs dat ze het aan Visser te danken heeft dat ze weer wat extra leven heeft gevonden. Dat ze weer een motivatie had, dat ze weer iemand tegenkwam die haar de zin gaf om de strijd aan te gaan. De Jong nog voor, op 800 meter. Visser sneller in de ronde. Ja, je ziet ook dat Antoinette de Jong aan het zoeken is. Die stapt van de afzet af. Gaat dan wat punteren. Zet ze naar achteraf. Die moet straks nog de kilometer. Ja, dat kan ze. Maar wil zich ook hierbij schaatsen. Het wereldbekercircuit zit heel ingewikkeld in elkaar. En schaatsers moeten op een gegeven moment keuzes maken welke weekend je wel en niet gaat schaatsen. En welke afstanden? En welke afstanden? 2200 meter. ASU maakt het er niet makkelijker op. Maar nu gaat Visser versnellen. En Antoinette de Jong, dat valt een beetje tegen. Van 33-0 naar 33-2. En die kan nog net voorlangs kruisen. Maar we zijn nog niet eens op de 3 kilometer. Kolder, begeleider van Esmé Visser. Visser geeft hier een flinke tik. Die komt heel hard op de kruising al, op de rechterhand voorbij. Ja, dit is psychisch een harde klap die Visser hier uitdeelt. Natuurlijk wist de Jong dat Visser op enig moment wel het gas open gaat zetten. Ja, want wijfje staat op plek 4. Met een eindtijd van 7.01.90. Visser gaat sowieso sneller. De Jong moet niet te veel laten lopen. Nou, die gaat nu moeite krijgen om die tijd van Melissa Wijsje te halen. Ook scherp hoor, 7.01.90. Twee vrouwen onder de 7 minuten aan de baan achterrekenen. Vorig jaar reed Antoinette de Jong hier nog eventjes 6.57. We moeten dus gaan versnellen, want we zijn nu op de 3 kilometer. 32.8 voor Visser. 4.08.68. Dat is een vlak. Wat voor rondjes kan Antoinette de Jong rijden? Is niet gewend om op achterstand te rijden. Esmé Visser rijdt nu hard weg. Tussentijd van Adema. 4.44. Rondje 33.3. Hier komt Visser, 3400 meter, 32.8. Bouwt haar voorsprong uit. En de Jong nu met de 5e doorkomst. Ja, en achter me is zijn wijfje.
De Jong moet echt knokken. Hij ziet het ook. Vies de techniek. Komt moeilijk nu voor Antoinette de Jong. Het bovenlichaam gaat te vroeg van de afzet af. En dan raak je afzet kwijt. Want daar gaat het om. Het gaat om wereldbekerplaatsing. Het gaat hier om de vijfde plaats. Als je weet dat Visser zich voor Wijfje gaat scharen, wordt Wijfje dus nummer 5. En daar moet Antoinette de Jong zich mee meten. Nu zit ze op exact het schema van Wijfje. En Wijfje ging hier de 34 in. Maar het komt niet makkelijk bij Antoinette de Jong. Waar het zo ongelooflijk goed ging op de 1500. Zo makkelijk op de 3 kilometer. Slechts op in beeld is het J-O-N. Antoinette de Jong. 1/10 heeft ze als marge. Nu 2/10 richting Wijfje. Ze rijdt hem op de bochten. Wijfje kijkt mee. Die ziet het ook. Twee ronden nog te gaan. Het is een vechter, hè, de Jong. Op weg om een groot kampioen te worden. Europees kampioen allround, dat word je niet voor niets op een buitenbaan. 33-9 voor de Jong. Bouwt u wat marge ten opzichte van Wijfje. 16e deze ronde. Hij houdt dit goed vast. Even in gevaar, Antoinette de Jong. Maar deze plek gaat ze goed vasthouden. Dan kijken naar Visser. Voor de laatste ronde. Anema 6:24, hier Visser in 6:19 met een rondje 32:8. Uitstekende race van Visser. En Antoinette de Jong die werd moe, die ging rondetijden omhoog. Zoeg het maar, is in staat om die rondetijden toch makkelijk onder de 34 te houden. Even kreeg ze een tikje, maar een goed herstel voor Antoinette de Jong. Op achterstand op deze Esmee Visser. De beste 5 kilometer schaatsen van Nederland laat ze ook nu weer zien. Met weer een razend scherpe tijd hoor. 6:52:76 voor Esmee Visser. En daar de Jong. En het ging om die vijfde plaats. En die plaats heeft ze binnen met 6:59:69. Missie volbracht. Want daar gaat het om. Het gaat hier niet om winst. Het gaat hier om een plaats bij de top 5. Zodat je zeker bent dat je de wereldbeker in mag. En die zekerheid hebben nu Esmee Visser, Reine Anema, Carlijn Achtereekte, Antoinette de Jong en Irene Schouten. Wijfje valt er net buiten. En zij is toch wel de vrouw van dit weekend. Op 3 afstanden schaart ze zich ertussen. Reine Anema. Visser uitstekend op de 5 kilometer. 6:52. Daarmee wint ze afgetekend. Deze 5 kilometer laat ze zien dat het begin van het